Nidoki Daily Challenge. Nummer weet ik hoeveel zo hebben. Ik weet echt niet helemaal. Ik geef heel even toe. Nummer veel 735. Is het niet. Nee. Is het hetzelfde plek waar we gisteren zaten? Nee toch? Het zou zo maar eens kunnen hoor. Dat het wel. Dat het daar bij die Poolse. Slovaakse grens, zeg maar. Het ziet er wel hetzelfde uit. We gaan gewoon kijken, want als we dat. Nee, ik denk dat het Roemenië is. Ik denk dat het Roemenië is. Ik denk niet dat het. Nee. Want dat bordje wat ik net zag staan, dat was. Een bordje wat we wel eens vaker in Roemenië zien. Ja, dus, ja, en anders hadden we nou al wel die dingen aangetroffen, denk ik. Maar hopelijk vinden we dan nog een ander bordje. Niet dat ik niet wil terugkeren naar dat andere bordje, maar meer dat ik hoop wat meer informatie te krijgen dan alleen dat Maru of hoe het ook stond. Want dat zou wellicht wel beter helpen. Nope. Nou, nogmaals, vast wel, maar niet zo voor mij, zeg maar. Ik had toch echt wel gehoopt dat we. Trouwens, normaal zijn ze niet echt zo niet scheutig met. Bordjes in Roemenië, moet ik eerlijk zeggen. Normaal zijn ze er best wel. Dan kom je er wel best wel wat tegen, maar. Misschien ben ik net de verkeerde kant op gegaan, dat kan ook. Even kijken wat. Ja. Het is een bergachtig. Maar ik wil niet zomaar. Ik heb nog altijd wel een beetje moeite met het lezen van de kaart, dus dat geef ik heel eerlijk toe. Want het zou. Ja, ik wou zeggen, het zou hier kunnen zijn, maar het kan ook daar zijn. Ja, als ik hem daar op weg zet, had ik uiteindelijk gewoon wel iets meer punten gehad, maar goed. Dit. Is het een auto die mij inhaalt of is het een auto die. Nee, dat is een auto die sowieso rijdt. Is dit. Is het Argentinië weer? Ik weet dat dit, die strepen, dat houdt iets in, maar ik ben vergeten wat. Ik ben vergeten welk land dat zo heeft. Ja, Botswana, maar dit is niet Botswana. Argentinië en Uruguay zijn twee mogelijkheden hier. De vraag alleen is welke van de twee. Ik denk dat dit een typisch Argentijns ding is.
Dus ga ik voor Argentinië lopen. Hopelijk kan dat nog aangevuld worden met een bochtje, wellicht. Er staat iets onnatuurlijk scheels langs de kant van de weg. Bevestigt in ieder geval dat het een Spaans sprekend land is. Ja, Spaans slash. Oké, dit bevestigt ook. Dit bevestigt dat het. Volgens mij zijn de bordjes in Argentinië zijn groen. Of zijn de bordjes in Uruguay groen? Oh no. Oh, dit is een gok. Ah. Het was gelukkig Uruguay. Ah, het feit dat ik gewoon een blank had, zo van. Oh nee. Welk van de twee is groen? Dit gaat dan nog minder leuk worden, denk ik, want ik denk dat dit. Dit Rusland gaat zijn. Kant. Ik zie wat. Europese vrachtwagens, dus als het Rusland is, dan zou ik hem vrij dicht bij de Europese grens zetten. Niet dat de Russische, dat er geen wagens diep in Rusland gaan, maar weet het. Het is niet Rusland. Dit is. Wat is dit, joh? Was een beetje te ver. Maar goed, tijd zat om nog terug te gaan. Ik denk dat dit. Wat ik zeg. Kaunas zou. Zou dat Kaunaston zijn? Dit, ik denk dat het Resekene. Ik denk dat het. Oké. Nou, top. Ik dacht echt dat dit dingen zou zijn. Scheiße, dan moet ik heel even terug naar dat andere bord. Met dat Borderland erop. Nou, hem. Dan zal het hier ergens zijn waarschijnlijk. Als je dat Borderland noemt, dan zou dat logisch zijn. Al ga ik nou naar het. Wacht even, waar is deze? Dan zou het wellicht hier zijn dan. Ik heb niet op de weg naar me gelaten, dat is dom. Durf ik dat. Ik had de gok moeten nemen. Dammit. Ik had er op moeten nemen. Dit is een stad. Oeh, echt waar? Wauw. How did you guess? Sorry. Een beetje. Ja, dit is een beetje. Ja. Hè? Oh, blinde vlek.
zit. Ik denk dat het Bulgarije gaat zijn. Het zou ook. Nee, het is niet. Het is niet iets anders dan Bulgarije, dat sowieso. Varna. Varna. Dus dan zal dit Varna zijn, Regional Museum of History. Laten we eens kijken of we dat kunnen vinden. Oh, fijn. Tja, dat ga ik nooit van zijn leven vinden. Ik denk dat ik al blij mag zijn dat ik hier rood. Nou, op zich niet. Want ik denk dat er wel genoeg andere dingen aangeplakt zou staan dat het Varna is. Zoals dit bijvoorbeeld. Dus dat. Ik weet ook niet hoe groot dat het museum is. Dus ik denk ook niet dat het. Zo te zien is het ook in de buurt van de haven. Dus. Dan zou ik hem. Wie weet, wie weet. Misschien zie ik dat museum er al in gestaan. Dat zou zijn. Ja, dat zou heel wat zijn. Eens kijken of we misschien een straatnaam of zo te pakken kunnen krijgen. Ja, kijk hier. Primorsky. Ik had hem eigenlijk gewoon sowieso dichter bij de dingen in de buurt moeten zetten, maar goed, weet je. Het zal om 1 of 2 punten gegaan zijn, dus het zal ook niet zo chockerend geweest zijn. Dan is dit Japan? Vraagteken. Interessante. Ik ben er niet zeker van. Ik moet even wat beter zien. Ik ben er niet heel erg van overtuigd op dit moment, eerlijk gezegd. Want dit zou ook makkelijk wel Taiwan kunnen zijn. Heel eventueel, want ik zag ook wel wat. Ik dacht dat ik ook Koreaans zag staan, maar dat. Dat kan ik misschien misgezien hebben. Oké. Okay. Ik denk dat het inderdaad Japan is. Maar waar gaat dit zijn? Dat gaat een leuke vraag zijn. Want dat gaat ook bepalen wat de score gaat zijn, uiteindelijk. Sowieso ergens wegzetten. Ik ga hem. Oké, wacht even. Ik kan als ik zo zit dan. Zit het wel naar het noorden toe. Dus. Ik ben benieuwd of ik op een eilandje of zo zit misschien.
niet. Het zou kunnen. Het is niet de eerste keer dat het zou zijn. Of is het toch Taiwan? Oh man, ga ik een gok nemen? Ik ga een gok nemen. Ik ga waarschijnlijk een hele domme gok nemen, maar. Nou, dan had ik hem sowieso niet heel dichtbij gehad, daar niet van, maar goed. Dan ben ik benieuwd. Als ik hem in Taiwan had laten staan, nee, dan was hij niet dichterbij geweest. Ik had wel gelijk dat het een eiland was. Net niet. Darn it. Ja, nogmaals, ik had hem hier staan, dus het was sowieso minder geweest. Oef. Ah, hij ging goed tot Japan, maar goed, dat had ik nooit gevonden. Dat eilandje had ik nooit gevonden. Dat geef ik gewoon heel erg toe, dus. Dat. Nee. Daar ben ik gewoon echt heel eerlijk over. Dat had ik nooit van zijn leven gevonden. Echt niet. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. En dan zeg ik tot morgen.